Goeie Vrijdag, dat is altijd een dag die ik helemaal vrij houd van afspraken. Dan probeer ik ook de gewone werkzaamheden te vermijden. Tenzij het helemaal noodzakelijk is en ik er niet aan ontkom. En dat is graag een dag die ik biddend en mediterend doorbreng. Uiteraard met het getijdengebed. Maar vooral ook met het passieverhaal. Dat op Goede Vrijdagavond tijdens de Goede Vrijdagsviering altijd uit Johannes Evangelie wordt genomen. Het is een dag die ik vooral biddend met de Heer wil doorbrengen. En dan ook bewust bij hem zijnd, terwijl hij bidt in de Dolf van Olijven, terwijl hij zijn kruis draagt, aan het kruis lijdt en sterft, verguisd wordt. Dat zijn dingen die ik ook aan de hand van ervaringen uit mijn eigen leven, ook met ziekte en problemen in de gezondheid, heel bewust probeer door te maken. Ik zou op Goede Vrijdag echt heel graag dit kruisbeeld willen laten zien. Toen ik na de wijding in Roermond, de priesterwijding, terugkwam op mijn kapelanie, toen lag dit op de tafel van mijn huiskamer. Het is een cadeau van een Poolse kunstenaar, beeldend kunstenaar, die dit eigenhandig voor mij heeft gesneden. En het is een prachtig kruis, het is me buitengewoon dierbaar. Het is ook een heel bijzonder kruisbeeld, want het kruis is als het ware een boomstam. En dat verwijst ook naar de gedachte die je altijd terugvindt in de christelijke spiritualiteit. Hè, het kruis is de levensboom. En ja, de boom in het paradijs waarvan we hebben gegeten, de boom van kennis van goed en kwaad, dat wil zeggen, dat is een uitdrukking voor het feit dat wij God hebben willen verwerpen als onze Heer en Meester en zelf als het ware op de troon van God zijn willen gaan zitten. Dat is ongedaan gemaakt, die zonde van de hoogmoed, door de levensboom van het kruis. Als ik het zie bij mij in de kamer, dan denk ik heel vaak aan het moment dat ik na mijn herseninfarct van het ziekenhuis naar de revalidatieinrichting ging. En degene die het intakegesprek deed, die gaf me tot mijn grote verrassing ook een kruisbeeld. En zei, jij weet dat u bisschop bent en we hebben daarom een kruisbeeld voor u gekocht. En dat kruis wat ik toen kreeg, dat herinnerde me aan het feit dat ik me niet als het ware moest vastbijten in die ziekte op dat moment en me daar helemaal alleen in moest voelen en probeer ook menselijke kracht eroverheen te komen. Maar ik denk, ja, ik moet het eigenlijk dragen met hem, met Jezus. Ik heb dat als een soort signaal gezien op dat moment. En dat vond ik buitengewoon moedig en dat is me altijd bijgebleven. En als met de Goede Vrijdagsviering het moment van de kruisverering is aangebroken en het kruis van achteruit de kerk naar voren wordt gedragen en dan regelmatig een stukje ervan wordt ontbloot, dan denk ik altijd aan het kruis dat ik gekregen heb bij mijn priesterwijding en denk ik ook aan het kruis wat ik op het dieptepunt van mijn leven, zou je bijna zeggen, heb gekregen toen ik opgenomen werd in de revalidatiekliniek in Duitsland. En dat zijn dingen waar ik buitengewoon dankbaar voor ben op dat moment. Kijk, Christus kun je niet zien. Hij is verrezen, maar ten hemel opgestegen. Dat betekent niet dat hij op een grote afstand van ons is, maar hij bevindt zich gewoon in een andere toestand. En wij zijn nog in een toestand dat we de hemel, God en zo Christus niet kunnen zien. Dat is de huidige toestand, dus je kunt het niet zien, maar je kunt wel ervaren wat hij in je doet. Vooral door de kracht die hij je geeft om ja, de moeilijkste dingen te doen waarvan je eerst zou denken, nou daar ben ik nooit tegen opgewassen, dat kan ik nooit opbrengen. En dan blijkt het ineens toch mogelijk. Als je de werking van Christus in je leven wil ervaren, dan moet je op de eerste plaats zorgen dat je een levende relatie met hem hebt. Dus een levend gebedsleven.
dat je elke dag heel bewust tijd vrijmaakt voor Christus, om met hem te spreken, om met hem te bidden en vooral om hem tot jou te laten spreken. En als je dat niet doet, dan open je als het ware je hart niet voor Christus. Het is ook zo in menselijke relaties. Als je die niet onderhoudt, dan raken ze sleets. Dan raken ze op de achtergrond. Dan raakt die andere persoon uit beeld. En Christus raakt ook uit beeld als je niet bewust bidt elke dag. Als je niet vaak deelneemt aan de Eucharistievieringen, waarin je hem tenslotte persoonlijk ontmoet. Want dat is de weg uiteindelijk waardoor hij zich aan ons zal laten zien door de kracht waarmee hij in ons werkt. Ja, wat ik de mensen vooral toewens is dit, dat ze niet alleen Pasen vieren, de verrijzenis van Christus, maar dat ze ook de aanloop ernaar heel bewust meemaken. Dus deelnemen aan de viering op Witte Donderdag, waarbij we de instelling vieren van het sacrament van de Eucharistie en dat van het priesterschap, dat er nou aan verbonden is. Maar ook op Goede Vrijdag, tijdens het bidden van de Kruisweg en tijdens de kruisverering, heel nadrukkelijk zich aansluiten bij het lijden van Christus. Want dat is de weg naar de verrijzenis en ook de weg naar onze verrijzenis. Als we deelnemen de Eucharistie, dan ontvangen we Christus, dan worden we verenigd met Christus, niet alleen in zijn verrijzenis, maar ook in zijn lijden en zijn dood. En dat maken we mee tijdens ons leven. En als we daarin bewust ons aansluiten bij het lijden van Christus, dan opent dat ook voor ons de weg naar de verrijzenis en naar de vergeving van zonden. En als mensen alleen maar aan het hoogtepunt deelnemen, de verrijzenis, ja, dan zou je als het ware het traject daarvoor bagatelliseren. En dat mag niet gebeuren. We zullen pas echt een zalig Pasen kunnen vieren als we ook hebben deelgenomen heel bewust aan het lijden van Christus en daar op Goede Vrijdag bij zijn stil blijven stilstaan. En dat is eigenlijk een Pasenviering die ik iedereen toewens. Want dat wordt echt een zalig Pasen. Dat wil zeggen een Pasen dat je voert naar de zaligheid, de hemelse zaligheid en de verrijzenis.